Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Hallo. Hoe zitten jullie erin vandaag? Toch wel een beetje gespannen hoor. Lichte spanning. Er hangt wel, heel veel vanaf vandaag. Ik zie ook gewoon aan jouw smerig glimlachje dat er vandaag wat lastiger gaat zijn. Ja, nou ja, het wordt sowieso iets lastiger voor jullie, maar er hangt vandaag natuurlijk ook iets meer vanaf dan vorige keer. Vorige keer had je de borrel gemist en nu... Kopikaal. Kijk, weet je, ik heb best wel een beetje inhammetjes. Oh. Die kan ik hem goed verbergen. Die komen dan heel naar, mooi. Die komen dan mooi naar voren. Ik heb jaren deze krullen gespaard. Hè? Ja. Dat zou wel echt zonde zijn, die mooie krulletjes eraf. Hoe lang zou het duren voor ze weer teruggroeien? Ja, ik denk wel een goed jaar. Een goed jaar? Maar stel, we halen het. Wat dan? Ja, dan ga ik eten voor jullie betalen. Dat is het beste wat ik kan doen. Maar Midas, zeg maar... Kaal gaan vergeleken met een lekker avondmaaltje, dat is toch helemaal niet eerlijk. Nee, ik vind het ook niet eerlijk, maar daarom gaan we ook gewoon zorgen dat we het wel gewoon halen. Het komt gewoon goed, net als de vorige keer. Mama? Hallo, hallo. Daar gaan we weer. Een paar uur in het donker. Oké, 3, 2. Weten jullie een beetje welke regels je aan moet houden? Zo snel mogelijk terug. Kijk, dat zeker. Net als de vorige keer zijn er weer een aantal regels waar de jongens zich aan moeten houden. Ze mogen maximaal een half uur in één voertuig zitten. Daarnaast mag dit niet 2 keer achter elkaar hetzelfde voertuig zijn. Na een autorit zullen ze dus een busje, vrachtwagen, fiets of wat dan ook moeten regelen. Overtreden ze een regel? Dan gaat er 15 minuten van hun tijd af. En dit zullen ze weer allemaal moeten doen zonder geld of internet. Wat ruik je? Ik ruik natuur hoor. Maar dit is niet aan de kust. Daar staan we dan. Ja. We moeten vanavond gewoon weer terug zijn, hè? Ja, anders kopie kaal. Zeg maar, doe je tegen die haren. Dat is echt niet wat ik wil. Nou, jongens, ik heb een surprise twist voor jullie. En dat is namelijk dat Midas zo met Anna mee mag lopen. En Loet zo met mij mee mag lopen. Wat? Nee, moeten we gesplitst. Ik dacht, samen staan we sterk, dan halen we het wel. Ik heb die mental support nodig. Ik heb hier voor Loet, die ga ik om jouw nek doen, een fluitje. En dan Midas, moet jij goed je oren gebruiken. Oh, tering wat hard. Ja, van mij mag je je blinddoek afdoen. Hè? What the fuck? Ik zeg je eerlijk, dit kan echt alles zijn. Provincie Antwerpen? Oh mijn god, wacht hè? Voor mijn gevoel ligt Antwerpen de stad echt heel ver, maar misschien dat de provincie wel meevalt. Maar nu moet ik dadelijk dus een fluitje horen en dan moet ik Loet zoeken. Oh, ik hoor het fluitje. Of is dat een gillend kind? Ik voel me wel een beetje triest eigenlijk. Moet ik gaan rennen? Is dit nou Loet? Oh, dat is wel Loet. Oké, daar staat hij hoor. Heb je al door waar we zijn? Nee. Antwerpen. Antwerpen? In ieder geval provincie Antwerpen. Oh. De jongens zijn gedropt in Mechelen. En vanaf hier zullen ze in 6 uur tijd 170 kilometer moeten afleggen naar Hilversum. Goed gedaan, jullie hebben elkaar gevonden. Ja. Ik heb nu jullie opdrachten. 1, 2, 3 en de bonus. Per bonusvraag, per bonusopdracht die jullie goed doen, krijgen jullie 15 minuten extra de tijd om thuis te komen. Eerste opdracht. Nou. Meteen kijken maar. Ik ben echt heel zenuwachtig. Maak jij maar open. En ja jongens, rondje pils halen, daar kunnen jullie wel wat van. Dat klopt. Maar rondjes rijden, zijn jullie daar net zo goed in? Bewijs het maar, sukkels. Jullie eerste opdracht is ren, vlieg, fiets, rijd 10 rondjes over 10 rotondes. We moeten gewoon onderweg 10 rotondes vinden. Maar we mogen tweede pas openen als we 10 rotondes hebben gedaan. Gaan we nu al die opdracht doen? Of zeggen we gaan ook alvast richting... Ja, we gaan zeker richting. En onderweg komen die rotondes tegen. Okay. Ik zie daar een groepje mensen. Daar is de auto weg. Zullen we daar gewoon even naartoe gaan? Ja, we gaan hun gewoon gelijk vragen. Hi, mag ik wat vragen? Wij zijn hier gedropt en wij moeten zo snel mogelijk naar Hilversum zien te komen in Nederland. Ja.
Dus we zoeken eigenlijk, we weten niet hoe we hier weg moeten, waar is de auto weg, hoe komen we hier zo snel mogelijk weg? Dat is eigenlijk de vraag. Nee, dat daar de autostrade is. De wat? Daar is de snelweg. Waar zijn we nu eigenlijk? Mechelen. Ik denk dat Antwerpen dat is. Provincie Antwerpen is het. Mechelen, ik ken dat helemaal niet. Maar in ieder geval, we weten nu waar we naartoe moeten. Ja. Dit pad volgen en dan is het als het goed is, is daar wel een snelweg. Dus hopelijk kunnen we vanaf daar wel meteen het eerste liftje pakken. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat de bonus is. Ja, laten we die meteen even openen. Oh, het zijn er best wel wat. 4 bonusopdrachten. Oké, noem ze op. Per opdracht kunnen jullie 15 minuten extra verdienen. Dat is wel echt lekker. 4 opdrachten is een uur erbij kunnen verdienen. Oké, opdracht 1. Laat een bejaarde je naar de overkant van de straat brengen op hun rollator. Dus eigenlijk gewoon... Omgedraaide wereld. Ja. Ik vind het ook een beetje zielig eigenlijk. Ik vind het eigenlijk ook een beetje zielig. Ouderen pesten. Ja. Maar voor een kwartiertje extra tijd wil ik wel bejaarden pesten hoor. Rijd een stuk achterop iemands motor of brommer. Midas moet een hele lift doen alsof hij moet kotsen. En de laatste. Fix een lift naar het volgende tankstation in de kofferbak van een auto. Oké. Nou, daar kunnen we dus een uur extra mee verdienen. Nou, we hebben het park uitgespeeld. Soort van verlaten. Hier is een soort tankstationnetje, hier rijden weer auto's, dus we gaan hier gewoon mensen aanspreken. Daar zie ik iemand bij zijn auto staan, zullen we die proberen? Ja, goed idee. Hi, mag jou wat vragen? Ik moet echt aan mijn werk eigenlijk. Oh, jij gaat naar je werk? Oh nee, dan heeft het sowieso geen zin in. Zouden wij een stukje mee kunnen liften met u misschien, die kant op? Sorry. Nee? Klein stukje, klein stukje. Oh, maar zou u ons een klein stukje richting de kant van Nederland op willen brengen misschien? Ik heb zwart over. Je zit er midden in zo'n kutdorp. In zo'n kutdorp en iedereen, al die dorpelingen blijven ook in hun dorp. En verder gaan ze niet. Dus wat is het plan de campagne? Misschien echt bij mensen aanbellen even. Van even heel persoonlijk heel zielig maken. En voor ons even op de persoon spelen. Even op de persoon spelen. Hallo, goedemiddag. Ik heb even een gek vraagje, maar wij zijn hier voor een Nederlands YouTube-kanaal, zijn wij hier gedropt in Antwerpen en wij moeten richting Nederland terug zien te komen. En we vroegen ons af of u ons misschien een klein stukje die kant op zou kunnen helpen, want we komen hier anders niet weg. Waar zouden we naartoe moeten? Die kant, in ieder geval zoveel mogelijk naar Nederland. De parkeer is goed? Ja, alles wat die kant op is, is perfect. Wat zei die? Snelweg. Want waar gaan we nu zeg maar een beetje heen? Ik ga de oude straat nemen richting Antwerpen. Het probleem is, zeg maar, als wij het niet halen voor een bepaalde tijd, dan worden wij allebei gemillimeterd. Onze haren. Barking at the wrong tree. Jullie worden dus sexy. Ja, inderdaad. Later. Doeg. Eerste lift voldaan. Ja, ik zie daar mensen in een busje. Dragen. Past dat, denk je? Ja. Hi, hallo. Zouden wij misschien een lift richting Nederland mee kunnen krijgen? Past dat met z'n tweeën? Nog een plekje maar. Ja, oké. Dat is goed. Busje. Perfect, ja, dankjewel. We zijn nu in Breda. Gedropt een beetje in de middle of nowhere is een het wel. Een beetje, zeker in de middle of nowhere. Maar er staan in ieder geval genoeg auto's, maar tegelijkertijd zie ik ook niet heel veel mensen. Nee. Maar ik denk dat het wel tijd is om even die eerste opdracht te gaan doen. Want we moeten er daarna nog 2. En die moeten alle 3 af zijn voordat we in Hilversum zijn. En we hebben nog wel een stukje te gaan. Nee? Mogen we meeliften? Kijk eens aan, kijk. Is het helemaal vol? Oh, jammer zeg. Hey, mag ik het vragen? Oké, dan niet. Mogen we maar. Jammer man. Oké, 2 auto's, kom op. Hoi, hallo. Hoi, wij zijn een opdracht aan het doen en wij moeten langs zoveel mogelijk rotondes. Zouden wij een stukje met jullie mogen meerijden? Ja? Perfect, dankjewel. Ja, even nog een gek vraagje. Denk je dat iemand in de achterbak past? Want wij moeten ook dus als sens dat iemand in de achterbak gaat. Ja, als jij erin past, natuurlijk past dat. Ga ik dat doen of ga jij dat doen? Steen, papier, schaar? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ah, oh, fuck! Oh, wordt een lekker ritje. Pas jij je buik met die lange benen? Een hele stuk achterin naar de rotonde dan. Ja, dat is wel de bedoeling. Kan dit überhaupt?
Midas, what the fuck? Kan dit? Doe. Ja, rood hè? Doe maar. Nou, een rondje rotonde? Of? Ja, een heel rondje als het kan. Dit is rondje 1 van de rotonde. Hoe gaat het, lukt? We zijn aangekomen, Loet de kofferbak uit. De hele rit hier gezeten. Hey. Ja. Was het lekker daar achterin? Genoten. Ik moet kotsen. Ja. Ga jij maar lekker kotsen. We hebben het wel gehaald. Bedankt. Nee, dankjewel. Maak er een mooi leven van. Ja, ja, jullie ook. Komt helemaal goed. Goedjes. Doei, doei. Dankjewel. Hey, mag ik jullie wat vragen? Ja. Kunnen wij een stukje meerijden op jullie scooter? Mag wel. Even een klein rondje. Even een klein rondje. Oh, jezus. Nou, dat was leuk. Ja. Perfect. Hey, dank jullie wel. Later. Nou, zal ik weer een kwartiertje erbij? Oké, okay, gaan we Nova even bellen met heel veel goed nieuws. Want we hebben een half uur erbij en we hebben de eerste opdracht gehaald. Yo, Nova. Yo. We hebben ten eerste een half uurtje erbij gesmokkeld. Oké. Okay. Kofferbak en een stukje op de scooter. Oké, lekker, lekker, lekker. En we hebben net de 10 rotondes aangetikt. Kijk, dan toch. Goed gedaan, jongens. Dus kunnen we door naar de tweede opdracht? Voor mij kunnen jullie door naar de tweede opdracht. Perfect. Oké, okay, gaan we dat doen. Hey, tot over een half uurtje, hè? Dan zijn we er wel, denk ik. Ja, ja. Doei. Doeg. De eerste opdracht is check. Ga jij de tweede doen? Ik ga de tweede doen. Oké, okay, ben je er klaar voor, Midas? Ja. Tell me. Ik wil het weten. Och, wat zijn jullie lekker bezig. Lukt het een beetje met liftscoren? Ja, op zich wel. Doet het wel. Omdat jullie het vorige keer zo leuk vonden, is jullie volgende opdracht. Vragen een grote groep mensen om een lift. En let op, deze telt pas als het gelukt is. Succes. Ja, dus dan toevallig staan we hier naast een restaurant met de gele letters. Ik denk dat we daar gewoon naar binnen moeten wandelen en dat jij gewoon even mooi... Oké, vorige keer heb jij het gedaan, deze keer offer ik me wel een keertje op. Heel goed. Oh mijn god, ik mijn hart bonkt in mijn keel. Hallo allemaal, mag ik jullie even wat vragen? Wij zijn vanochtend gedropt in België en wij moeten zo snel mogelijk naar Hilversum zien te komen. Kan iemand ons hier misschien een lift geven de goede kant op? Iemand? Nee? Ik voel echt gewoon fysieke pijn. Dit, ik cringe zo hard. Ik zag gewoon al die blikken naar me kijken van sterf gewoon. Maar Midas, ik vind het vervelend, maar de opdracht is dat het ook moet slagen. En nu hebben we dus en geen lift en de opdracht mijn god, is niet gelukt. Oh, daar had ik niet over nagedacht. Het gaat helemaal niet goed. Nee, dat zeg ik toch, jonge idioot. Het gaat helemaal niet goed. Het beeld nu telkens zo... Het gaat nu zo telkens door mijn hoofd dat die Tom Deuze door mijn haren gaat. Ja, en dat idee vind ik echt vreselijk. Ja, jongens. Kijk eens aan wat ik hier heb. I cannot wait. We hadden gewoon weer even 3 of 2 goede lifts, maar dan sta je weer op zo'n kutplek als dit, waar niemand je kan helpen. Dan gaat het fout. Wat hoor ik daar? Ja. Een vrachtwagen. Oh, ah, vrachtwagen. Dit is onze kans. Wij zijn vanochtend gedropt in België. En we moeten zo snel mogelijk naar Hilversum zien te komen. Ja, maar kijk, ik ben aan het werk, dus... Weet je of hier vrachtwagens wegrijden hier binnenkort? Hier rijdt niks weg. Shit, oké, dankjewel. We zouden met een klein stukje mee kunnen rijden. Ja, sorry, ik kan het even niet doen, want dan krijg ik echt gezeik met mijn baas. Dus, dat past niet. Nee. Oké. Nee, dan zoeken we verder. Dankjewel. Ik ga wel even liften. Oh. Hij moet richting Utrecht. Zouden we 1 halte mee mogen? Misschien? 1 halte. We zaten hier echt vast. Maar mevrouw, u bent onze redder in nood. Ja. Je hebt onze dag in ieder geval gemaakt.
Super bedankt. We hebben de bus gehad. En we mogen nu gewoon weer met een normale auto. Dat scheelt ook heel erg. En ik denk dat we gewoon misschien weer moeten aanbellen even hier gewoon. Dat allemaal nog in een paar uur tijd, denk ik. Een uur en een kwartier. Dat is fucking kort. Ja, laten we via deze hele woonwijk... Overal aanbellen. Overal aanbellen. Huis nummer 1. Hallo. Goedemiddag. Avond. Wij waren vanochtend gedropt. Zou u misschien zo vriendelijk kunnen zijn om ons een stukje de goede richting in te kunnen helpen? Kan je me wel brengen bij Meerkerk? Dat is aan de A27. Dankjewel. Oh ja. Bij deze auto ga ik voor de 15 extra minuten nepkotsen. Jezus, ik ben echt wel heel misselijk van die 10 rotondes die we net hebben gedaan. Ja, dat zou me zo kunnen. Oké, dadelijk even lekker rustig zitten. Ja. Bijkomen. Ja. Ja, misschien word je van de auto misselijk hoor. Ja, dat is het misschien een... Ook een beetje. Ja, nou cameraman. Doei doei. Doei doei. Daar gaat hij hoor. Ze hebben nog een uur om terug te komen. En er staat dat ze hier nog 40 minuten rijden vandaan zijn. Dus in principe zouden ze het moeten halen. Maar ze hebben pas 1 opdracht afgerond. En ze moeten er nog 2. Nieuwe locatie. Ja, we zijn weer iets dichter bij Hilversum, maar we moeten nog steeds een lift fixen door het klassikaal te vragen. En we staan nu naast een restaurant, het gele restaurantje van ons. Oké, laten we naar binnen gaan. Ja. Oké, komt-ie, hè? Ja. Hallo allemaal, mag ik heel even jullie aandacht? Ik ben op zoek naar een lift die ons een stukje naar Hilversum kan brengen. Is er iemand die kant op gaat, waar wij een klein stukje mee kunnen rijden? Iemand de kant van Hilversum omhoog, klein stukje. Niemand? Nee? We lijken alweer geen reactie te krijgen, maar dan worden we toch aangesproken. Je moet allebei mee zeker? Ja. Ik kan de bal, dan kom ik zo terug. Ja, dat zou je zijn, dankjewel. We mogen mee en dan krijgen we ook nog eens heel goed nieuws. Ja. Hey, het is ongeveer een half uur naar Hilversum. Houden jullie dat vol? Of zeg je gewoon... Oh, ga je echt naar Hilversum toe? Nou, ik probeer jullie zo ver mogelijk naar Hilversum. Oh, perfect. Ja? Dankjewel. Okay. Doei. Doeg. Nou, dit is een geschenk van God wat hier uit... Hier komt echt een engeltje uit de hemel. Wat de fuck gebeurt hier? Het wordt wel echt een race tegen de klok. Ja, inderdaad. Maar opdracht 2 hebben we nu in ieder geval. Dus het is tijd om opdracht 3 open te maken. De laatste opdracht. Spannend. Oké, de laatste opdracht. Jullie laatste opdracht is, ga naar een kroeg en regel een gratis biertje. Dit moet te doen zijn. Dit moeten we doen, dit moet ons lukken. Over 3 kwartier moeten we daar zijn en ze zegt het is een half uur naar Hilversum. En dan moeten we terug zijn en we moeten dus nog onderweg een biertje hebben gefixt in een kroeg. Ja, dat wordt racen. Dat wordt echt maar rennen. Oké. We hebben echt nu de laatste minuten, we zijn echt heel bijna bij Mediapark. Hier de bocht om en dan zijn we er. Oké, rennen, we hebben echt fucking kort. Super bedankt, sir. We hebben heel erg haast. We moeten echt rennen. Dankjewel. Oh, tering. Nu. Ja, pak zomaar. Ren maar. Hi. Sorry, ik heb een hele rare vraag, maar we hebben een challenge en we moeten over 5 minuten terug zijn. Mogen we 2 gratis biertjes snel? We hebben heel erg haast. Ik moet het nu gewoon heel snel 2 biertjes hebben. Ja. Hoe lang hebben we nog? 7 minuten. Proost. Atte. Dankjewel. Oh. Schrikkelijk. Oh, ik ga dit een biertje uitbarven dadelijk. Oh. Ik ga barven zijn. Oh, ik ook. Oh mijn fucking god. Oh my god, daar komen ze. Daar komen ze. Ja! Yes! Oh mijn god. Al ons werk is voor iets geweest. Oh. Die haartjes mogen we houden, die krullen mag je houden. Ik ben zo dood. Net op
tijd. Net op tijd. Het was echt een race tegen de klok. Oh, wat erg was dit. Die laatste minuut in dat busje, ik ging helemaal dood van hebben binnen. Ik heb echt kunnen bedanken. Nee, ja, ik ben echt geblest. Al die shit valt nog uit jouw tas. Dat was echt het meest chaotische einde ooit. Het was echt niet te filmen. Het was letterlijk niet te filmen. Maar wel echt perfect getimed, ja, gewoon net op tijd. Ik vind het echt heel jammer eigenlijk, maar je hebt echt heel goed gedaan. Ja, dankjewel. Maar nu hebben wij wel wat verdiend. Ja, nu is, nu is de dag voorbij, jongens. Nee, absoluut niet. Nu mag jij ons lekker gaan bedienen, jongen. Wij verdienen dit. We gaan achterover zitten. Jij gaat maar lekker eens een keer moeite doen. Dit wordt even genieten. Dit wordt genieten en dat hebben we ook echt verdiend na deze dag. Ja, ik ben blij dat ik aan de dinertafel zit en niet aan de aan de kapperstoel. Nee, inderdaad. Heerlijk die haren, geniet ervan. Proost. Op dit succes. Geslaagde dropping. Zeker, absoluut.